Goeiedag dames en heren, ik ben Garnetjoep en ik ga jullie vertellen over de top 5 makkelijkste cactussen. Deze video gaat namelijk over de beginnende hobbykweker. Dus mensen die net beginnen met een nieuwe hobby. En wil weten wat de makkelijkste planten zijn. Hierzo hebben wij de Sedum Morganianum. Het is een hele makkelijke kamerplant. Het is heel makkelijk te stekken, omdat je zo'n blaadje afbreekt en laat drogen en in aarde zet of op aarde bovenop legt, groeit hij gewoon verder. Een hele makkelijke kamerplant houdt van iets drogere grond in de winter, in de lente en zomer. Hij houdt ze van een beetje water en een volledige lichte plek. Hij houdt niet van donkere plekjes. Dus in de schaduw is het niet zo geschikt voor haar. Maar zomers kan ze prima in de schaduw, 's winters laat ze het liefst in de volle zon. Ze kan prima op de vensterbank gekweekt worden, maar ook prima in kassen. Het is bij deze kamerplant de Sedum Morganianum genaamd, ook wel genoemd bureausteel. Dus bureaus staat, ook dat is de Nederlandse naam. Die houdt ervan van een zonnige plek zoals ik zei. En waarom? Die afstanden tussen de blaadjes zijn dan steeds korter. Dus hoe meer zon, hoe dichter op elkaar. Hoe minder zon, hoe meer ruimte tussen de blaadjes in zit. Dus een zonnige plek vindt ze wel lekker. Nou, natuurlijk heb ik zelf ook een paar clones ervan. Een paar stekjes, ook gestekt, zelf gestekt dan wel. Zo zien we dat we gewoon blaadjes in de grond zetten. En verder groeit. Dat geldt eveneens voor hier. Hier heb ik een hele tray met allemaal kleine blaadjes, verschillende soorten. Maar deze stekjes zijn van de bureausteel. Dus van de plant die ik bedoelde. Dit zijn stekjes van deze plant. En zo zien we dus dat we de plant makkelijk kunnen stekken en makkelijk kunnen verzorgen. Dit is plant nummer 1, de Sedum Morganianum. Dan hebben we natuurlijk ook op Huntia's, oftewel schijfcactussen of vijgencactussen. Je doet het ook erg goed in de vensterbank. Je kunt het hele jaar door groeien. Bloeien zelden, bloeien enkel met een goede winterrust. Dat is belangrijk, ze bloeien met een goede winterrust. Deze staat in de winterrust en dan kan die betekenen, omdat die zo gaat hangen, vragen mensen zich misschien wel waarom hangt die. Maar dat komt door de evolutie. Het is nu hartje winter en dan gaat de plant iets hangen. Dat is een bescherming tegen vorst. Dus we hebben de opportunity, ja. Microdassies, of Rufida. Opportunity, ja. Rufida, als ik het niet verkeerd heb. Dat niet alleen, we hebben hier nog een opportunity. Ja. Ook die staat in rust, maar die heeft niet de eigenschap om te gaan hangen. Deze heeft mooie gespannen bladeren. Met mooie grote doorns. Het is ook vrijwel een grote plant. Ook deze plant is een makkelijke kamerplant. Houdt van een zonnige plek. Eén keer in de week water is voldoende. En veel zon. Heel veel zon. Op Huntia's, schijfcactussen ook wel genaamd. Genoemd vanwege die schijven. Die schijven zijn plat, maar heel breed. Dus daarom wordt die ook wel schevencactus genoemd. Dus dat is ook een makkelijke kamerplant. Houdt van weinig water. Kan af en toe verwaarloosd worden. En één keer in de week in de zomer een beetje gieten is meer dan genoeg. Deze planten houden ook van een grindige, goed waterdoorlatende grond. Er bestaan dus diverse soorten opuntia's zoals je ziet. Dit is de opuntia rufida met rode doorns, iets gehangende in de winter. In de lente, als het wat warmer wordt, gaat ze weer rechtop staan. En dan hebben we hier zo een opuntia. Grote gele doorns, zoals men ziet, hele kwastjes. Die doorns die laten los met aanraking. Nou, we hebben dus grote punten, ja, grote ronde schijven. Dunne schijven zagen we net. Dan hebben we hier zo een punten, ja. Dat is een opuntia violacea. Dat is ook een opuntia soort. Die heeft grote doorns, iets kleinere schijven, blijft ook iets lager. Je krijgt grote doorns zoals we zien. Hele grote gemene doorns. Dus pas op met deze plant met hanteren. Hij is makkelijk te stekken. Elke opuntia is makkelijk te stekken. Dus je breekt een blaadje af. Breekt hem precies af in de hechting. Of knip eigenlijk of snijden. Met een glad mes. Niet met een gekarteld mes. Gekarteld mes krijgt een grotere wond. Waardoor de plant moeite heeft met genezen. Nou, dus we gebruiken het dus. Geldt ook voor deze opuntia. Geldt ook voor deze. Als men zo een schijf bij de hechting losknipt of snijdt. Laat men hem een week drogen en dan zet men hem in standaardige grond, groeit hij gewoon verder. Eigenlijk dat hele systeem
is ook begonnen bij deze plant. Men ziet de plant van onderen in de grond, het blad die in de grond geworteld is, dat is die schijf, die is helemaal geworteld. Dus dat is een stekje. Feitelijk is het een stekje van misschien 2-3 jaar oud. Misschien hoor, want die bladeren groeien per jaar aan een ring. Elk jaar komt er een nieuwe ring bij. En soms wel 2 ringen met nieuwe bladeren. Dus op Hintia is geslacht nummer 2 als topgemakkelijke cactus. Nou, hier zo hebben wij de Cereus monstrosus redspijn. Dat is dus deze. Ook wel genoemd de monstrosus cactus of misvorming cactus. Men ziet ook dat die cactus allerlei vormen kan waarnemen. Maakt ook niet uit hoe die groeit. Hij houdt van een hele zonnige plek. Zoals we zien, een zanderig, grindachtig, niet voedzame grond. Deze cactus groeit van nature in zanderige gebieden. En waar heel veel kalkkiezel in voorkomt en steengruis. Ideaal grondje hiervoor is een mix van universele potgrond, brekersand, perlite en lavagrit. Het is dus lavagruis wat ik zelf heb geslagen. Dus dat komt van een grote steen af. Steengruis ook wel genoemd. Deze planten houden van een zonnige plek, maar kunnen ook prima in de huiskamer op de vensterbank. Deze planten houden van weinig water, in de winter helemaal niet. En in de lente en zomer kan men langzaam beginnen te gieten. Dit is vrijwel een plant die niet bloeit, maar wel ontzettend goed kan groeien. Kan binnen enkele jaren goede centimeters bereiken. Voor dit soort planten is het niet erg als je haar een paar weken bent vergeten. Als je op vakantie wilt, kunt u deze prima ook vergeten. Deze hoeft geen water gedurende een maand. Deze plant kan een maand lang zonder water. Daarna wilt ze wel een beetje water. Dan is het natuurlijk wel gieten en niet nevelen. Dat is handig als men op vakantie gaat. Want dan kan men de plant gewoon thuis laten en dan hoeft men niet de plant mee te nemen of iemand te laten verzorgen. Omdat het een hele lange, makkelijke plant is. Deze planten die hebben namelijk de kracht om voor veel vocht op te slaan in het plantenlichaam. Waardoor ze gedurende tijd geen water nodig hebben, omdat ze het vocht hebben in hun plantenlichaam en daarvan leven. Dit is dan ook top 3 makkelijkste cactus. Dus nummer 3 van de makkelijkste cactussen. En dan nummer 4 van de top makkelijkste cactussen, dus Glumergra. Deze cactus kan tegen veel water, houdt niet van natte voeten. Maar een schoteltje onderop is erg handig. Dan verlies je niet te veel water. Houdt niet van droge grond. Alleen in september en oktober houdt ze van droge grond. Daar heb ik een video van. Die komt er nog aan. Dus dat beschrijf ik hoe je hem kan verzorgen. Maar dit is dus een Glumergra, oftewel kerstcactus. We zien ook, het is richting de feestdagen. En hij is in de bloei. We zien dus enkel bloemetjes. Dus het is leuk om te zien. Deze plant houdt van een lichte, schaduwachtige plek. Doet het goed in een gemiddelde huiskamer. Op een kastje, op een plankje, op een bureau, op een tafeltje. Deze planten doen het erg goed in de huiskamer. Ze zijn ook warmteminnende planten. Kunnen niet goed tegen koude temperaturen. Dus dat maakt haar een ideale kamerplant. Ja, dit is dus Glumergra. Je houdt van voedzame, vochtige, goed waterdoorlatende grond. En dat van een lichte, veel gefilterd licht is prima voor deze plant. Dus dit is top nummer 4 van de beste, makkelijkste kamerplanten. Dan hebben we ook nog eens mamillaria's. Mamillaria's zijn ook hele makkelijke cactussen. Die gaan ook prima op de vensterbank, maar overleven ook prima in kassen. Zelfs in hele koude kassen. Deze cactus hoeft niet speciaal verwarmd te worden, maar vindt ze wel lekker. Tot een graadje of 5, 6 graden in de plus. We zien hier verschillende planten. Dit is een Mamillaria prolifera. Dat is een kleinblijvend, laagblijvend soort. Die wordt niet erg hoog. Dus blijft heel laag van zichzelf. Dan hebben we hier zo een Mamillaria. Dat is vooral een kruipend soort. Ik zal iets draaien dat je het goed kan zien. We hebben hier dus 3 dezelfde soorten. Dat zijn 3 Mamillaria's. Die heb ik gekregen van een vriend. Ik mocht hem zelf stekken. Dus dit zijn de planten daarvan. En dankjewel Gap voor deze stekker. Je ziet, ze doen het goed. En die gaan uiteindelijk iets kruipen of iets hangend over het potje heen. En die kruipen zo gewijs over de bodem. En zo worden ze groot.
Dus grote exemplaren van deze Mammillaria, die kruipen uiteindelijk over de bodem met meerdere takken. Uiteindelijk komen er meerdere takken aan en dan wordt hij wat groter en breder. Dan hier Mammillaria, Celsiana. Dat is een klein bolletje, zoals men ziet. Klein bolletje. Is niet erg hoog. Blijft ook vrijwel wat kleiner. Is Mammillaria's, moet ik ook wel zeggen, zijn trouwe bloeiers. Die naar een klein beetje koele maanden hebben gehad in, vanaf november tot maart in de koele periode. En daarna in de warme huiskamer doen ze het ook prima. Natuurlijk is het wel belangrijk dat we de temperatuur langzaam opschroeven. Ook hier hebben we Mammillaria. Zo'n grote soort. Ook dat is een trouwe bloeier. Vaak is het zo bij de Mammillaria dat in het kroontje van het hart, dus op het hoofdje in de cirkel, als de bloei goed gaat, als de bloei goed gaat, krijg je vaak in de kroon krijg je dan allemaal bloemetjes in een cirkeltje. Sommige planten krijgen maar enkele bloemetjes. Zoals deze, de Mammillaria Polytele. Daar heb ik er een paar van. Dus ja, Mammillaria Polytele zijn ook trouwe bloeiers. Elke Mammillaria is een trouwe bloeier. Dat is wel makkelijk. Deze plant had ook van een lichte zonnige plek. Eigenlijk hoe zonniger, hoe beter voor de Mammillaria. Maar het is het beste als je de avondzon pakt en de ochtendzon of avondzon. De middagzon in de zomer is vaak voor de planten te heet. Zelfs voor een cactus. Ja, mensen denken altijd ze komen uit de woestijn. Maar even goed kunnen cactussen dat ze goed verbranden in de Nederlandse zon. Dus dat maakt helemaal niet uit of het nou de woestijnzon is of de Nederlandse zon. Wij wonen hier in Nederland, in Flevoland. Dus het klimaat is hier vaak zomers erg warm. 'S Winters en herfst heel veel nattigheid. En in, af en toe een beetje sneeuw. Maar deze planten doen het prima in een verwarmde kas. Dus dit zijn de top 5 makkelijkste cactussen. Dus deze planten die ik je heb laten zien zijn de makkelijkste planten die er zijn van de cactussen voor een beginnende kweker. Of hobbyist. Jawel mensen, dit was dus de top 5 makkelijkste cactussen die je maar kan verzinnen voor op de vensterbank. Of voor in de plantenkas. Of gewoon ergens voor op kantoor. Altijd leuk. Dit zijn makkelijke planten die makkelijk te verzorgen zijn. En dit was dus de makkelijkste top 5. Hey mensen, vind je het een leuke video? Even duimpje omhoog. Even abonneren op mijn kanaal. En adios amigos. Doei!